vrijdag had ik al mijn vermoedens tijdens de training. Omdat ik in de, ja, bij de jongens hoorde die toch wel normaal ook gewoon spelen. En ja, ik had gewoon het gevoel dat ik wel zou starten. En de training zaterdag kon ik dat ook al zien met de spelervatting. Je begon vandaag met Lorenzo Ebesilio, een talent vorig seizoen nog in de A1, nu in het eerste. Nou, ik weet wat ik aan Lorenzo heb. En dat heeft hij ook in Jong Ajax de laatste weken laten zien. Dan is het een beloning. En dan sta je hier en normaal gesproken speel je voor een aantal honderd mensen met Jong Ajax. Nu voor 20.000. Hoe voelde dat? Ja, voelt fantastisch. Hè. Ik bedoel, in het begin is even wennen. Je loopt het veld op. Je ziet zoveel mensen. Die zijn aan het blaren en noem maar op. Maar ik moet zeggen, van, ik heb in het begin niet zoveel spanning gevoeld doordat ik echt op het veld stond. Ik moet zeggen dat het toch wel dat ik daar aardig mee omging. Hij had geen last van plankenkoorts. Nee, zeker. Ik vroeg hem net voor de wedstrijd of je zenuwachtig was en toen zei hij gewoon nee. Toen zei hij wel eens wel goed soms zenuwachtig zijn, maar hij zei nee, het is gewoon een A1-wedstrijd. Dus ja, dat was een goed begin. Hoe heeft Lorenzo het gedaan? Ik vind het heel verdienstelijk. Vooral de eerste helft heeft hij acties gemaakt, heeft gewoon positiespel goed meegedaan. Zijn verdedigende taken heel goed ingevuld. Daarnaast heeft hij zich helemaal te pletten gelopen. En dat zag je ook wel dat hij daarna 70 minuten helemaal erop was. Dit smaakt naar meer. Absoluut, dit smaakt naar meer. Dit is waarvoor je het doet. En ik zal ook keihard blijven knokken om de volgende keer weer te staan. Wat doe je met het shirt? Ja, die geef ik aan mijn moeder.